Udinese, daar gaan we weer. Ja, hier zit Marcello Lippi. Hij wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Inter. En de supporters zijn zeer, zeer ontevreden. En wellicht kan hij het tij keren het volgend seizoen. Niet langer mooi voetbal, maar punten. Maar goed, die kwamen er dus niet dit seizoen. We gaan naar de wedstrijd. Dit is de 9e minuut. De bal komt van Walem. En dan, ja, dit zie je wel eens op zaterdagmorgen bij het pupillenvoetbal. Maar de hensbal is uiteindelijk van Taribo West. Deze merkwaardige botsing. Een penalty. En Amoroso neemt hem en zo is het 0-1 voor Udinese. En dat was ook de ruststand. De tweede helft, de voorzet was van Coe en het doelpunt is van Zamorano. Het is zijn 9e van het seizoen en hij is erg, erg mooi. 1-1. Dan gaan we naar de 64ste minuut van de wedstrijd. Opnieuw de Braziliaan, dit keer dan niet uit een penalty, maar het is Amoroso die de 1-2 maakt. Mooi diagonaal ingeschoten. En dan 4 minuten voor tijd wordt het tot overmaat van ramp ook nog eens 1-3 door een doelpunt van Poggi. En opnieuw het publiek dus teleurgesteld. En dat zien we hier dan ook afhaken.